Yo, beste kijkers van TeVeelGevraagd, hier ben ik weer, Dion, met een nieuwe video. En jullie denken, jullie hebben het al gehoord, wij gaan vakantievlogs maken. Maar je denkt, Dion, waarom ben je nog thuis? Dat komt omdat ik vanaf begin af aan ga filmen. Ik ga zo meteen in de auto naar Oostenrijk. Want ik ga naar Oostenrijk, Daniel en Matthijs gaat naar Bali en Daniel gaat naar Italië. Maar ik ga naar Oostenrijk en jullie gaan zien wat er gebeurt. En ik ga een klein stukje van de heenreis ga ik proberen te filmen. Ik ga een beetje van het begin van de camping laten zien. En ik ga een paar vette shots maken. Ik heb de GoPro mee. Ik heb de Canon 600D mee. Of D600, 600D. Maakt niet zoveel uit. Die heb ik mee. En ik ga voornamelijk, als ik dit soort vlogs ga maken, ga ik mijn mobiel doen. Gewoon puur omdat dat makkelijker in mijn hand is. En dat ik mobiel vrijwel altijd op zak heb. En op zich is het geen slechte kwaliteit, denk ik. En zowel dan ga ik gewoon met mijn GoPro of iets vloggen. Of met mijn Canon. Dus ik hoop dat jullie deze vlog in ieder geval leuk gaan vinden. Like deze video alvast. En ik zou zeggen, veel kijkplezier. Yo, kijkers van TeVeelGevraagd. Ik weet niet of jullie me goed horen, maar ik ben nu... in Duitsland. We zijn al een eindje op weg, al een uurtje of 4 aan het rijden, denk ik. En we zijn dus nu in Duitsland. En jullie hebben al wat video's gezien. En wat mij opviel aan de heenweg is dat er heel veel ongelukken zijn gebeurd. Jullie hebben ook een paar beelden daarvan gezien. Het was binnen een kwartiertje tijd ongeveer dat die ongelukken gebeurd waren. Dus dat viel mij op. Ik ben een beetje moe, want ik ben vroeger opgestaan, half 7 vanochtend. We rijden dus in één keer door. Dat komt helemaal goed, denk ik. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Het is ongeveer 16 uur rijden. Dus we moeten nog eventjes een uurtje of 10, 11. Dus ik zou zeggen, tot zo. Daar ben ik weer en jullie hebben dus een paar mooie shots gezien van de ochtend, of eentje eigenlijk. En we zijn er bijna, we zijn nu in Oostenrijk eindelijk, net de grens over. We moeten nog zo'n 4 uur rijden, nee 4. 2 uur, heb ik net gevraagd. 2 uur. Mijn vader is even aan het slapen en ja, ik heb heel kort geslapen, dus ik ben een beetje moe. Ik zou zeggen, jongens, ik zie jullie op de camping, want daar ga ik weer vloggen. Yo! Yo, kijkers, daar zijn we weer. Ik ben weer terug. Ik ben weer terug van wat jullie hebben gezien. Even op de camping. Het is nu zo'n 3:30. Het is dezelfde dag nog. En ik hoor een huilend kindje en er komt een auto voorbij. Great! Maar ik ben op de camping en de camping is, laat maar zeggen, daar. Dat zien jullie niet. Maar check dit uitzicht. Jongens, jongens. Daar. Bam! Ah, fucking vet. Nee, ik ben dus in Oostenrijk bij de Weissensee, voor degenen die dat kennen. Ik heb het hartstikke naar mijn zin, het is lekker warm, het is nu zo'n 29 graden, kan ik wel zien. Ik heb geen kleren aan, behalve een zwembroek. Maar ja, het is chill, ik ben even het water in geweest en dat ga ik zo meteen weer doen. Ik ga nu eventjes naar het wifi bankje, dat is daar achter, daar. En daar ga ik eventjes wat mensen contacteren en gedoe. Jongens, stay tuned. Ik ga jullie even met wat shots even de camping laten zien. En ik zou zeggen, tot daar.